We zijn in Lier vandaag, de stad van Escalierse, van Lierke Plezierke en van... Groter Waltaars. Groter Waltaars. We staan in zijn hof, enfin, op zijn middenplein eigenlijk. Ik was, voor we vertrokken, had ik nog even zijn adres ingetypt bij Google Street View. Ja. Dat is geblurred. Je kunt dat niet zien. Dus okay. De luisteraars kunnen niet zien in wat voor prachtige villa Walter Groothaars woont. Ja, dat is echt, hè. Gigantisch. Ja. Je zou denken dat Jacques Vermeer is, maar dan zo, net iets kleiner. Zo. Ja, het is echt prachtig. Maar enfin, speciaal nummer vandaag, hè. Wij twee, het is eigenlijk een duet. Het is een duet, maar we hebben maar afspraak met één van de twee. Ja. Dus, wie is een andere? Rick de Leeuw. Ja, Rick kon niet houden vanuit. Dus ik ben vooral benieuwd of dat Walter Rick herkent en vooral zichzelf ook een beetje herkent. Maar waarom heb je die twee eigenlijk samengebracht? Omdat dat eigenlijk een beetje een evidente reden is. Omdat die ooit Nu of Nooit hebben gedaan. En dan... Ik was dat vergeten. Rick de Leeuw heeft dat ook uitgebracht, Nu of Nooit. Wel, volgens mij, als ik me goed herinner, was hij eerst en heeft Walter dat gecoverd. Maar bon, wie weet dat? Ja. Nee? Oké, ik ga hem verrassen, hè. Is dat. Hallo, dag Walter. Kan je een kus geven, zeg. Maar hoe mooi woont jij hier? Ik woon hier heel graag. Wauw. Ik ook een kus geven, hoor. Dat was zo bizar. Kennen jullie elkaar eigenlijk? We hebben elkaar eens één of twee keer ontmoet, denk ik. Bij de verjaardag van Jacques Vermeer. Ja, ondertussen ook al 3 jaar geleden. Dus je weet wat voor een ster-imitator Guga is, hè? Dat weet ik heel goed, hè. Ja. Ja. Mogen we doorlopen, Walter? Ja, loop maar mee door, kom. Oh, en de koekjesdoos wordt hier uitgehaald. Met kuifje erop. Ik ga meteen eens neuzen, hè. Mooi, jongens. En het is met die goeie... En waarom? Ik gebruik die dozen voor alles en nog wat. Er staat een doos bijvoorbeeld hier in de kast, zit medicatie in. Ja. Een andere doos, daar zitten de koekjes in. Een andere doos, ik gebruik die dozen ook als we een feestje hebben bijvoorbeeld. Dan leg ik daar gekleurde servetten in. Ja. En dan doe ik daar chips in. Of, dat had ik pas altijd. Dus klemmetjes, micro's en zo voor een meter. Dat kan ook nog. Ja, die heb ik een beentje met helemaal 5. Ja, je bent al 100 jaar bezig met de kreuners. Heeft er iemand jou ooit al eens geïmiteerd? Nee, er zijn wel een stuk of 3-4 groepen, al enkele jaar tribute bands, die alleen maar muziek van de kreuners spelen. Je hebt de kreunaars, die zijn trouwens van Lier. Alleen de zanger is van Lier, de anderen zijn van Antwerpen, denk ik. Je had een tijd terug de mini-kreuners, die waren allemaal 14, 15, 16 jaar. En hun heel repertoire was de kreuners. En dan heb je nog een band uit de Vlaanders ergens, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen. En die spelen ook alleen maar kreunersnummers. Okay. Dus heb je een stuk of 4, 5, denk ik. Ja. Wij twee, zo heet het liedje van Guga. En we gaan er samen naar luisteren. Oké, ik ben benieuwd. Heel benieuwd.